het is Prinsjesdag. Goedemiddag. Het is dus de derde dinsdag in september. Straks zal koningin Beatrix de troonrede voorlezen. Dat doet ze voor de 33ste keer. Bij mij te gasten ook Herman Pleij, cultuurhistoricus. Je zou soms toch hopen dat de lakeien, dat ze toch iets beter regisseerden hoe ze liepen. Er loopt er eentje voorop die werkelijk iets heeft van, ik ben toevallig hier langsgekomen en ik loop nu ook maar mee. Daar zou meer regie achter moeten zitten. Het is ook een bijzondere dag. Dus dat zie je bijvoorbeeld aan de uitdossing, de hoedjes. Ja, dat is het kenmerk van die saamhorigheidsrituelen in Nederland. Dat het verkleedpartijen worden. Een beetje carnaval eigenlijk. Carnaval? Extravagant doen de meest krankzinnige dingen op hun hoofd om aan te geven dat ze de rest van het jaar zullen doen wat in Nederland op prijs wordt gesteld. Namelijk gewoon, normaal, geen aanstellerij. Nou, dan zal ik zelf eens even carnaval gaan vieren. Het feest hier is één groot ritueel. Er is natuurlijk een heel die discussie rond waar moeten we heen met ons koningschap. Ja. Hè? Het enige wat nu veranderd is, is dat ze geen rol meer heeft bij de formatie. Ja, dat is tot alle tevredenheid verlopen. Naar alle tevredenheid verlopen? Helemaal niet waar. Een democratie is rationeel. Daar kan niet iemand tussendoor lopen die via erfgenaamtoestand daar ook in terecht komt. Erfgenaamtoestand? Dat is nou eenmaal inherent aan de monarchie. Oranje-deskundige professor Pleij. Dus dat symbool, die symboolfunctie. En dat... Symboolfunctie? En dat kan alleen maar iemand hebben die als het ware uit de lucht komt vallen. Wat een belediging. Ik ken iemand die alleen een dochter opvoedt. En die zijn met z'n tweeën en dat knalt van tijd tot tijd tegen elkaar. En die namen toen een hond. Je moest een hond hebben om je emoties kwijt te kunnen. Om over de band te spelen. Nou, ik vergelijk onze voorstelling uiteraard niet met een hond. Maar wel als een bliksemaf. Leidster, die dus emoties uit kan organiseren. Want dat is nodig na zo'n verkiezingsstrijd. Goed, het symbool heeft hier geen zin in. Een padvinderachtige verkenner. Maar goed, als... Majesteit, het moet allemaal nog een keertje over. Want nu blijkt die NOS, die heeft zitten slapen. Niet hoor, dan wordt het zo'n toneelstukje. Wegwezen jullie. Raf, rot op met die camera. Linkse persen, rechtse persen, jakhalse ree. Manamana. Waarbij voor het staatshoofd geen rol is weggelegd. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Manamana. Wegwezen jullie. Jullie met die jakhalse ree. Manamana. Er zit een beetje schaduw, dat kan dus niet. Oh. Manamana. 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 Kamer loopt. Zeg maar, koningin. Majesteit, majesteit. Ja, oh ja. Zeg maar. Majesteit, mogen we iets vragen?